ijs. Hoe voelt het? Wat is het? Pak niet de verkeerde Starbucks beker, want er zit iets vies in. Ik ga mijn ogen dicht doen. Koud, koud, warm, warm. Dit gaat echt niks worden. Ik zit in de dek. Dit is koffie. Is het koffie? Ik ben nu nee. Al vast. Super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video in deze Extreem Thomas maand. En ik ben vandaag met niemand minder dan Jill! Oh, waar is ze? Alsof je uit die doos kwam. We komen allemaal uit een doos. Heel raar begin van de video dit. De laatste keer dat wij samen waren hebben we echt een hele erge challenge gedaan. Ja. 18 plus video, we gingen samen de Sexy Trudeau Dare challenge doen. Ja. We gaan iets heel leuks doen. Kun jij het nog uitspreken? Ik heb het net verteld. Ah fuck, raad niet de verkeerde Starbucks beker. Helemaal fout. Nog een keer? Nog één poging. Pak niet de verkeerde Starbucks beker, want er zit iets vies in de challenge. Dit gaat echt niks worden. Wij gaan de kies niet verkeerde Starbucks... Ik weet het ook niet meer. Kies niet de verkeerde Starbucks slime challenge doen. Kies niet de verkeerde Starbucks beker slime challenge doen. High five! Een heel goed team zijn wij nu al. Jij hebt nooit eerder slime gemaakt. Ik heb het echt nog nooit gedaan. En ik heb laatst geoefend met Bibi en Dionne. En ik hoop dat het me nu wel gaat lukken als we de juiste keuze maken. Oké, dus oh mijn god. In deze video is het de bedoeling dat wij ons de beurt een Starbucks beker gaan pakken. En in deze Starbucks bekers... Ja, ik denk ik doe alvast mijn mouwen, maar het lukt allemaal niet. Moet die mouwen afstroken? Het is de bedoeling dat wij straks ons de beurt een beker gaan pakken en daar zit als goed is iets in. Het kan dus zijn dat je een ingrediënt hebt waar je slijm mee kunt maken, maar het kan ook zo zijn dat je koffie hebt van de Starbucks. Oh mijn god, dat en wil dat, ik! Nou nee, maar dat moet je dus in die bak gooien. Dat betekent dus als dat erbij komt, dan heb je dus straks geen slijm. Dus je moet eigenlijk proberen te zorgen dat je de juiste bekers kiest, dat je straks lijm hebt, dat je misschien kleurstof hebt, misschien kralen hebt, dat je scheerschuim hebt of lenzenvloeistof. En dan zou het dus ook kunnen zijn dat je slijm krijgt, maar het kan ook zijn dat we geen slijm krijgen zometeen. Voordat we beginnen hebben we natuurlijk weer het Extreem Thomas kerstpakket. En hij is echt heel erg zwaar. Hij is zo groot. Leuk hè? Leuk. Kijk, er zitten al heel veel leuke dingen in. Alle YouTubers doen hier iets tofs in. Ik heb hier zelf nog een toffe ding in gedaan. En uiteindelijk zou het dus zomaar kunnen zijn dat jij dit kerstpakket gaat winnen. En dat ik hem aan het einde van de maand persoonlijk bij je thuis kom afgeven. Heb jij misschien ook iets leuks wat je hierin kan gaan doen? Jazeker. Als echt? Je aan mij denkt, denk je aan... kaarsen. Dat is zeker waar. En als ik kerst... bij jou thuis kom, staat alles vol met kaarsen. Ja. Het is een kerstboom in het mintgroen, in mijn lievelingskleur, in een vorm van een kaars. Lief, je mag het in doen. Hoppatee. Nou, heel lief, dankjewel Jill, namens degene die gaat winnen. Wil je hier nou kans op maken, dan moet je natuurlijk wel even iets voor doen. Je moet eventjes abonneren, op een beltje drukken, een duimpje omhoog doen en antwoord geven onder elke vraag in de decembermaand. Vraag voor deze week, wat zullen we vragen? Wat is jouw favoriete koffie bij de Starbucks? Wat is die van jou? Pumpkin spice latte. Ik doe altijd de karamel macchiato. Ja, ik ook. Oké, ga jij als allereerst? Oké, ik mag gewoon een beker uitkiezen. Je mag gewoon een random beker kiezen dat jij denkt van... Je moet wel een juiste keuze maken. Ik wil wel dat je slijm krijgt, toch? Ja. Dan ga ik voor een groene. Je maakt het heel spannend. Hij is... Hoe voelt het? Wat is het? Afzichtig naar de dekking. Dit is koffie. Is het koffie? Ik ben nu nee. Al van. Nu al? Oh nee, ze heeft koffie. God, dit is heel zonde. Nu al. Gadver. Het ruikt wel lekker, hè? Dit is echt een slecht begin. Oké. Nou, doe jij het beter. Ik ga mijn ogen dicht doen. Koud, koud, warm, warm. Denk hier. Oh, dat is ook koffie. Ik hoor het gewoon. Oh, het is kleurstof. Kleurstof! Ik heb kleurstof, jongens. Het is blauw. Mooi, blauw. Dat betekent als het goed gaat dat ik blauwe slijm ga krijgen. Oh, heb je ook verschillende kleuren? Oeh, wat eng. Ah, het is bijna dezelfde kleur. Bijna... Ik heb een goed begin. Jij nog niet. Maar er staan nog heel veel bekers. Durf je nog? Ik ga voor deze. Zeker? Oh, wat is dat? Ja, dit zijn sowieso kralen. Of koe. Ja, kralen. Kralen, welke kleur? In het mintgroen en blauw. En... Dit gaat wel echt goor worden, want die kralen ga je nu dus in de koffie gooien. Oké, there we go. Godverdamme. Oh, er zitten nog allemaal slotjes bij. Dat wel is... mooie kleuren. Dat zijn mijn lievelingskleuren. Zijn je die? Nou, je gevoel sprak gewoon. Je zei gewoon, ik moet die beker pakken. Weet ik niet. Oh god. Nee! Oh, je hebt fucking veel koffie. Ik heb heel veel koffie.
Oh, het wordt nou groen. Oh. Die kleur wordt groen. Oké, de kleur wordt een beetje groen-blauwig. Wel mooi. Ja, dit. Zit ze met een bak met koffie en kraam. Oké, dan pak ik deze. Want dit is sowieso schuim. Ja, heel stom. Laat maar zien. Je ziet hier een beetje schuim uitkomen bovenop. Dus we kunnen zien dat het schuim is. Heel jammer. Maar ja, hoe mag dit met een lepel eruit? Dit mag je met een lepel doen. Oh, mijn god, zo satisfying. Ja, heerlijk. Dit is echt een ASMR dingetje. Dit is net sneeuw. Oh. Kijk hoe we hier zitten. Als we dit met die 18-plus video hadden gedaan, was het ineens een hele andere video. Dat was een hele andere wending gekregen. Nou, ik zie dat hier schuim in zit, dus ik pak ook gewoon de schuim. Als jij het mag, mag ik het ook. Ja. Kijk uit met die kleurstof, hè. Oh ja. Dit is dus een combinatie van koffie, scheerschuim en blauwe kleurenvloeistof. Kleurenvloeistof, hoe zeg je dat? Ik denk, ik zeg gewoon niks. Kleurenvloeistof. En het gaat zo hard en ik denk aan een leven voor ons samen. Ik ga kiezen voor deze. Mijn ingeving zegt gewoon deze. Girl, en het is gewoon weer koffie. Nee, echt? Oh, wat zielig. Godverdamme. Dit is denk ik geen espresso. Ik zal jullie even de tussenstand laten zien. Ja. Dit is die van mij. Het ziet er op zich best mooi uit. En dit is die van Jill. Ja. Ik ga er gewoon heel snel in pakken. Ik heb het al gedaan. Oh, dat is een kralen. Welke kleur heb jij? Groen met... Oh, jij hebt ook mooiere kralen. Oh. Ook mintgroen. Kijk jij ook hoe mooi dit wordt. Ah, ik vind het niet leuk. Mag ik dan die van jou kneden? Zullen we dat zo afspreken? Nou. Je moet roeren. Misschien gebeurt er wel nee, wat. Nee, er gebeurt helemaal niks. Het enige wat er gebeurt is dat we weer een nieuw gaan pakken. En dit is sowieso weer koffie. Want die stond naast die kralen. Ik pak gewoon deze. Ah nee, hè. Wat zit erin? Wat is dit? Koffie is nee, het is lijm. Echt? Ja. Zij toch? Je zit je heel tijd zielig te doen, maar je komt... Oh. Moet er zoveel lijm in? Het ziet er gewoon minder mooi uit, maar dat wil niet zeggen... Kijk hier, inhoud heeft ook wat, hè? Ja, maar dat is zo. Je moet nooit naar de buitenkant kijken. Het gaat erom wat van binnen gebeurt. Zo ben ik ook met Rutger samengekomen. Dat neem ik terug als je dit hoort. Ah, kijk, mijn video's denk ik toch. Oh, ik mag niet aanraken natuurlijk. Ja, dan moet ik hem wel pakken. Ja, nou moet je hem pakken. Ik hoop echt dat het goed is. Oh, ik heb lijm! Ik heb bijna slijm, joh. Kijk! Wat is nou het enige wat je nog nodig hebt? Lensvloeistof. Maar ik bedenk me opeens, er zit helemaal geen lensvloeistof bij. Dat gaan we straks zelf doen. Ah, oké. Dus dat is gewoon het enige ingrediënt die je gewoon gesponsord krijgt. Ja. Weet je, ik ben rechts, dus ik ga voor rechts. Creatief. Het is kleurstof! Echt? Ja! Het is roze. Ja, ze ziet er echt net uit alsof iemand ongesteld is. Kijk. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Kijk. Oh, het wordt roze. Kijk dan. Het wordt heel licht roze. Die van mij is heel erg blauw en die van Jill is heel erg roze. Dus op zich gaat het eigenlijk goed. Ik ben maar echt blij. Dan moet er in die laatste koffie zitten. Dan hebben we alle twee... Nog meer lijm! Ik krijg echt heel veel slijm straks. Nou, zal ik gewoon een beetje erin doen? Oké, ik doe een beetje lijm. Wil jij nog een beetje lijm? Ja, ik wil ook wel een beetje lijm. Nou, dan ga ik delen. Dit is eigenlijk niet het spel, maar het is wel lief voor mij. Zo. Ik vind het wel jammer dat ik weer de enige ben met twee bakken koffie erin. Je hebt er ook koffie in, toch? Ja. Ja. Het is tijd voor die activator! Ik heb dus een Amerikaans YouTube-kanaal gezien. Waar kinderen dus dan het lensvloeistof erbij gaan doen. En dan zeggen ze: It's time for the activator! En daar moest ik dus nu aan denken. Nou, knipt het me eruit. Het is een beetje raar. Nee. Oké, we hebben hier de lensvloeistof, maar voordat we het gaan doen, ik denk dat we altijd nog wel een beetje scheerschuim nodig hebben, dus we spuiten gewoon wat scheerschuim erbij. Want ik hoop zo enorm dat we slijm krijgen. Oh, je spreekt er echt veel in. Ja, hè? Nou wordt het... Oh, het ziet er wel heel mooi uit. We gaan dus nu de lensvloeistof erbij doen en ik ben heel erg benieuwd of we nu slijm gaan krijgen. Ik ga even mijn mouw opstropen. Ja. Gewoon spuiten. Ja, een beetje en dan ga je een beetje roeren. Een beetje? Zo. Oh. Bij mij lukt het nog niet hoor. Ah, jawel, ik zie het ophopen nu. Nee, het wordt echt wel al iets. Ja? Bij mij. Werkt het bij jou? Ja, wel een beetje. Nou, bij mij ook een beetje. Het is toch echt wel al slijm? Ja, maar het is... Nee, het is geen slijm. Nu zit ik vast. Grappig. Want het mag ook niet meer plakken natuurlijk. Nee, je moet het echt zeg maar kunnen gaan kneden.
Jongens, we hebben de verkeerde lijn, denk ik. Stel dat het mislukt, dan was het in ieder geval wel een gezellige video. Wanneer weten we of het is mislukt? Nou, eigenlijk nu al. Wat een kutzooi. Ik ben bang. Het ziet er best mooi uit al, Jill. Ja, hè? We hebben er toch zelf nog eventjes wat scheerschuim aan toegevoegd. Omdat we altijd iets te weinig scheerschuim hadden. En ja, we hadden het wel, zeg maar, gekozen. Dus dat mocht. En zo ziet het er dus nu uit. Nou, jongens. Ik denk dat die koffie niet echt een hele goede daad verricht hebben in deze video. En ik ben bang dat ik alsnog de verkeerde lijm heb gekocht. Ja, dus help een jongen nood en zet gewoon een recept van hoe je slijm moet maken hieronder in de reacties. Maar we zijn er wel achter gekomen dat het ons dus wel gelukt was. We hebben wel de juiste keuze gemaakt. Dus het spel hebben we wel goed gezien. En ik vond het heel erg gezellig met jou deze video op te nemen. Dat is wel waar. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Alsof iets heel ergs gebeurd is net, want we hebben geen slijm gekregen. Oké, goed. Nou, en door. Vonden jullie het toch een leuke video? Doe dan vooral even een duimpje omhoog. En ga zeker ook eventjes Jill haar kanaal checken, want jij plaatst ook in december elke werkdag of elke dag. Elke dag, je bent hier goed. En wij hebben samen ook een vlog opgenomen, dus ga dat zeker eventjes checken. De link staat in de beschrijving of komt nu ergens hier in beeld. Wil je nog wat zeggen? Nee, ik ga gewoon nog proberen door te roeren tegen BTW. Wij gaan nog lekker roeren. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie morgen gewoon weer met een splinternieuwe video. Hou, doei! Wat erg, het is weer niet gelukt.